Die dingen zijn helemaal kapot. Lekker. Is minder knauwen. Het is weer ijskoud. O jee. Man, man, man. Konijnen staan achter de draad. En we zitten goed. Uit koers, niks uit koers. Volledig in koers. We zitten toch verkeerd. Tenzij eigenlijk nog henteren. Wow, jongen, dat uitziet. Zalig. Hey, dit is wel avontuur. Och, ziet dat af, jongen. Goed, wat we nu gaan doen, moeten we niet tegen de burgemeester van La Roche zeggen. Op Borzé. En dan. Is het hierin? Nee, dat kan niet. Privé. Dan is het naar hier. Let's go. Banzai. Ah ja. Hupsakee. Terug het bos in. Hopla. Aardig. En een Garmin zegt weer al dat ik verkeerd zit. Mannetjes, hoe moeilijk is dat eigenlijk, een lus volgen? Alhoewel, nee. We zitten goed. Hoho! Plezant is deze, jongens. Pootje baden, maar dan niet met de pootjes. Hé, hey, dit is wel avontuur. 9 van de 10. Heet dat hier 2 maanden geleden? Of 3 maanden geleden ondertussen al? Och, ziet dat af, jong. Serieus net gestaan. Kijk hier, gewoon een merkje gevormd. Knap. Kom, gaan we klimmen. Dan halen we een beetje sparen. Het is echt gewoon helemaal kapot geregend volgens mij. Kapot gestroomd. Van toen met die wateroverlast. Hoe slecht rijdt deze gewoon? Kritisch ding, banden drukken. Dat hier ook maar 200 gram tart staan. Weet ik niet wat je boven grokt. Oh, dat meen je niet, hè? Ik heb er van gaan. Ja, miserie. Dat wordt dus gewoon heel de weg terug. Hè. Nou ja, dat is dan naar beneden, hè. Dat is ook leuk. Dan gaan we dat doen. Gepast proefje en hoefje. Oh, oh, ik word hier aangevallen door een boefjeetje. De schrik van mijn leven. Ja, man. Heel de weg terug, hè. Goed, wat we nu gaan doen, moeten we niet tegen de burgemeester van La Roche zeggen. Ongetwijfeld gaat je mens dat niet begrijpen. Maar ja, de Jimmy zou de Jimmy niet zijn. Hè. Oh, ziet iets aan, jongens, een schone hier. Oh ja, lekker. Lo, ziet iets aan, hè. Zo gemakkelijk gaat dat. Dus Mimi, wat hebben we vandaag geleerd? Ten eerste, mijn poging tot het rijden van de eerste route van La Roche zit erop. Ik denk dat ik goed en wel 40%, 30-40% van de route heb kunnen rijden. Voor de rest was alles afgezet met de bordjes van... Spijtig wel. Nu aan de andere kant, ik heb wel een paar andere schone stukjes gezien. Dus ten tweede, de omgeving is dik in orde. Daarvoor moeten wij zeker niet laten tegenhouden om naar hier te komen. Ja, zeker. En ten derde... De route in C gaat volgens mij ook wel plezant en vooral de moeite zijn. Maar ja, dat zal ik dus later nog eens een keer moeten komen ontdekken. Hè. Ja, dat had ik niet voorzien. Laat ons hopen dat we subiet in route 3, route 4 nog wat bos kunnen zien en de route helemaal kunnen volgen. Dat zou een heel fijne zijn. In ieder geval, we gaan dat subiet proberen en dan zullen we wel zien wat we ervan kunnen rijden. Goed,
Vonden jullie deze een leuke video? Geef hem zeker een like. Abonneer je op het kanaal als je dat al niet gedaan hebt. En als je tips, tricks of gewoon ervaringen hebt van wat je vond van het filmpje, zet ze zeker in de comments hieronder. Bedankt, tot de volgende keer. Salut, hè. Dag. Hey Mimi, denk aan je haartijden, hè.